Goedendag allemaal, welkom bij Lauwman Exclusive. Mijn naam is Niels van Rooij, ik run een automotive design studio in Londen. Vanuit daar werken we voor de auto-industrie, de grote merken die je kent van op de weg. Maar we doen ook heel bijzondere projecten, bespoke, handgemaakte coachbuilt auto's. Auto's waarvan er maar één of maar een paar worden gemaakt, specifiek in opdracht van de klant. En vandaag heb ik meegenomen, op basis van de Tesla Model S, deze Shooting Brake. Wat we zien hier is een auto die volledig op maat is getekend. Met een unieke lak, een unieke chroomstrip aan de zijkant. Feitelijk een volledig uniek ontwerp aan de achterzijde. En dat linkt nou weer heel mooi met onze gast hier vandaag, Lauwman Exclusive. Want ook voor de auto's die hier te koop zijn, of het nou een Lexus is, een McLaren, ook daarvoor kun je heel fraai, bespoke, coachbuilt auto's maken. Autodesigners bekijken auto's op drie verschillende levels. Eerst ongeveer 10 meter afstand, proportie. En daarvoor is het zijaanzicht heel erg belangrijk. Wat zien we nou hier? We zien een dynamische D-stijl. A-stijl is de vooruit, B-stijl is het midden, C-stijl D-stijl. Want deze klant wilde een dynamische shooting brake. Een shooting brake is een handgemaakte stationcar. En die kan zowel in dit geval 5 deuren hebben als 3 deuren. We hebben de auto vanaf deze plek eigenlijk diagonaal doorgesneden om een mooi homogeen ontwerp te maken. Dat betekent dus dat je niet ziet waar de originele Tesla stopt en de nieuwe coachbuilt carrosserie begint. We hebben bijvoorbeeld hier de heupen volledig nieuw ontworpen. De daklijn is opnieuw ontworpen. Je ziet hier een zeer uitgesproken chroomelement. Als je een dergelijke auto laat maken, wil je vaak toch iets bijzonders hebben. Iets wat net iets unieker is. En ook deze klant ging daarvoor. En dit hoofdthema hebben we gebruikt ook op het dak. Waar we een volledig glazen dak hebben aangebracht. Dat zie je natuurlijk op heel veel auto's. Maar in ons geval is dat dak volledig ook in de stijl van bold chrome, zoals we de zijkant hebben genoemd. Als we dan om de auto heen lopen, dan zien we hier een spoiler met een facetrand die de ene kant van de auto met de andere kant verbindt. Veel sculptuur in het chroom, een handgemaakt stuk chroom en daar laten we middels design zien dat de coachbuilder, de maker van de auto, dit met de hand heeft gemaakt. Dit kan niet in massaproductie. Het element is te groot, te complex. En dat soort zaken sluiten ook natuurlijk weer heel mooi aan op Lauwman Exclusive. Handgemaakte auto's voor unieke mensen. Wat van groot belang is voor een coachbuilt auto, is dat ook de lak uniek is. In dit geval een eigen interpretatie van British Racing Green. De klant is een groot liefhebber van shooting brakes, heeft ze jarenlang gerestaureerd en wilde feitelijk een hommage, een nod naar de whereabouts of shooting brakes, zou je kunnen zeggen, Groot-Brittannië. Maar een standaard lak past natuurlijk niet bij een volledig handgemaakte auto. Dus we hebben 10 verschillende soorten lakken geprobeerd op grote stalen en die hebben we uiteindelijk met de klant samengevoegd tot deze lak. En je ziet dat de surfacing, de huid van de auto, heel mooi tot uiting komt door die unieke lak. Passend bij de patron, de eigenaar van de auto. Welkom in het interieur van onze coachbuilt shooting brake, waar we subtiele aanpassingen hebben gemaakt aan het ontwerp en de materialen, color and trim in autodesign taal. Te beginnen met het stuurwiel, een allereerste keer in de wereld dat het is toegepast op Tesla, in de kleur van het interieur. De lak waar de eigenaar zo blij mee is, op maat gemaakt, laten we dus terugkomen in het interieur van de auto. We hebben een aantal zogenaamde Easter eggs verstopt. Bijvoorbeeld de in kleur gespoten binnenspiegel van de auto, maar ook de piping van de stoelen en last but not least het dashboardkastje dat we speciaal voor de eigenaar groen hebben gemaakt.